Yes, we zijn Hey, live. goedenavond lieve mensen. Op deze mooie zomeravond. Het is gewoon zomer op 17 mei. Ja, morgen ijsheilige zeggen ze, maar volgens mij komt er geen ijs meer hoor. Het is Morgen is onze zo. trouwdag. Morgen is onze trouwdag. Ja, hadden wij ook heel warm weer, weet ik nog. Kan Zo ik je nog erg. herinneren? Ja, oh ja. Of heb je daar geen actieve herinneringen Ja, pintjes zweten. Maar dat was ook omdat het warm was hoor. aan? Ja. Oké. Even een grapje, dat mag. Lieve mensen, fijn dat er al zoveel vragen worden gesteld. Ik heb al hele leuke, interessante vragen voorbij zien komen. En ja, als je ook een vraag hebt, typ hem lekker in. En dan gaan Filip en ik zo meteen jullie vragen channelen met Ja, onze gidsen. Want wij superleuk. kunnen daar wel een antwoord op hebben. Maar onze gidsen hebben daar veel mooier, nou, veel mooier wil ik niet zeggen, maar hebben daar ook weer andere Ja, perspectieven nieuwe op. perspectieven. Nieuwe Ja. perspectieven, ja, waar we echt nog wel wat van kunnen leren of onderzoeken. Dus schroom niet en typ je vragen lekker in. En Ja. voor nu natuurlijk hartelijk welkom. Hele fijne avond toegewenst. Ik typte al neer van de energie voelt heel fijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan ervaren. Ik kijk eventjes in de berichten om te kijken of ons geluid helemaal goed is, maar volgens mij wel. Ik krijg in ieder geval geen commentaar dat het geluid niet goed is. We hebben onze camera weer opnieuw gereset. En Ja. als het goed is, krijgen jullie niet meer van die wazige gezichtjes en dat de Stargate helemaal scherp is. Dus dat zal allemaal goed komen vanavond. Dus even op een rijtje voor mensen die nieuw zijn. We gaan zo meteen starten met een geleide meditatie van mij. En ik laat ook de meditatie gewoon ontstaan. Onder begeleiding van mijn eigen IT-gids Joël. En daarna gaan wij dus alle vragen beantwoorden. Zoveel mogelijk. We nemen daar ruim de tijd voor. Die getypt worden, ingetypt worden in de chatbox. En dat kun je dus vinden bovenaan in je balk. Bij de twee wolkjes. Rechtsbovenin. Rechtsbovenin in de blauwe balk. Daar kun je je berichtje intypen. Yes. En nou, Na super fijn. de pauze Ja. en Stargate Ja, na de gaan we vragen doen op we. reis. Ja. Ja, doen we even een kleine pauze. En dan gaan we op reis inderdaad met de Stargate, zoals die hier achter ons staat. En laten we ons meenemen naar hele mooie dimensies waarin we ja, prachtige ontmoetingen kunnen hebben, healing kunnen ontvangen. En wat er nog meer gaat gebeuren, we weten het nooit van tevoren. Dus we laten ons ook altijd maar verrassen. Dus nou, heb in ieder geval een hele fijne avond. En super fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Dat wou ik ook nog even zeggen. Ik heb de lijst even doorgekeken en dan denk ik, oh, zo fijn, al die bekende mensen. En ja. Gewoon hartstikke fijn. Hartverwarmend. Yes. Goed, dan ga ik jullie nu vragen om lekker te gaan zitten, te ontspannen en even alles los te laten. Lekker je ogen dicht te doen en je mee te laten nemen door mij in de meditatie met Joël. En ik sluit zelf ook even mijn ogen. En misschien wil jij dat ook doen. En misschien wil je even lekker diep in- en uitademen. Om even alles los te laten van deze dag. En door de uitademing te voelen dat je thuis komt in jouzelf. Helemaal in dit moment. En volg je ademhaling even, zodat jouw aandacht meegenomen wordt. Voel maar hoe je adem in en uit gaat. En laat hem lekker diep je buik inzakken. En langzaam laat je ook de lucht weer ontsnappen tijdens de uitademing. En voel maar hoe ontspannend dit werkt. Jouw lichaam voelt dat je langzaam in een ruststand komt. Dat
Je bent aanwezig in het hier en nu. En je ogen zijn gesloten. En jouw lichaam krijgt daarmee een signaal. Het mag rusten. En zo zullen ook jouw gedachten steeds rustiger worden. En geef jezelf even de toestemming om alles los te laten. En helemaal te zakken in je lichaam. En voel even hoe je zit. Waar raakt jouw rug? De stoel of de bank? Je benen? En voel ook even je voeten op de grond. De aanraking van jouw voetzolen met de grond. Juist omdat je de aandacht daar naartoe brengt, kom je ook in contact met de aarde haarzelf. En de aarde heeft een eigen bewustzijn. En je kunt de aarde uitnodigen. Je kunt haar vragen om in jouw bewustzijn aanwezig te zijn. En zich via jouw voeten te laten voelen met haar energie. Dus nodig haar maar uit in jouw bewustzijn te komen via jouw voeten. En kijk of voel of weet wat er gebeurt in je voeten als je dat doet, als je die uitnodiging maakt. Het kan zijn dat je voeten warm worden. Of gaan tintelen. Of een ontspanning. Of zwaarder worden. En het kan ook zijn dat dat niet zo is. Maar weet dat als jij dat contact maakt met de aarde, dat zij vanuit haar hart uitstroomt naar jou. Laat je dus vullen met de liefdevolle energie van de aarde door jouw voeten. En laat je benen ook langzaam, maar toch zeker wel, gestaag omhoog komen richting jouw knieën. En je hoeft het eigenlijk alleen maar uit te nodigen. En voel dan maar hoe die energie op je bovenbenen instroomt. Op jouw uitnodiging. En het is zo belangrijk dat jij zelf steeds vraagt aan de aarde of zij haar energie door jouw lichaam wil laten stromen. Want jij bent hierin leidend. Wees autonoom. En laat de energie ook jouw bekken instromen. Je onderbuik en je onderrug. Richting je navelgebied. En het midden van je rug. En ook je borstkast in. En de bovenkant van je rug. Je longgebied. Adem die aarde-energie maar helemaal door. Richting je schouders. Misschien wil je je schouders nog wat meer de toestemming geven om te zakken. Om
spanningen los te laten. Vanuit je schouders en je nek. Laat de aarde-energie vanuit je schouders je allebei je armen instromen. En via je ellebogen naar je onderarmen. Naar je polsen en jouw handen en vingers. En omdat je handen gevoelig zijn, kan het zijn dat je je handen voelt tintelen. Door die prachtige aarde-energie. Laat de aarde-energie ook je nek instromen, je keel. Omhoog naar je hoofd. Laat je hele hoofd zich vullen met deze aarde-energie. Helemaal tot in het puntje van je kruin. En weet dat de aarde-energie nu stroomt. Vanaf je voeten tot helemaal in jouw kruin. Door je hele lichaam heen. En maak dan even contact met jouw bewustzijn. In de ruimte boven je hoofd. Jouw kruinchakra. Het portaal die de kosmische energie in kan ontvangen. Door jouw uitnodiging kunnen deze energieën ook binnenstromen. Universele energie. Vanuit de ruimte, vanuit planeten, zon en maan. En laat deze energie op jouw uitnodiging via je kruinchakra je hoofd inzakken. En het is net als een druppel inkt. Die in het water valt, het zakt vanzelf naar beneden en het vermengt zich met het water. Dus de kosmische energieën vermengen zich met de aarde-energieën in jouw lichaam en zakt als vanzelf vanuit je hoofd door jouw lichaam. Helemaal tot aan je tenen toe. Het vermengt zich tot een harmonieus geheel. En voel je daar maar op drijven. Op deze balans. Voel je veilig. Voel je gedragen. Ontspannen en gekoesterd door deze twee energieën in jouw bewustzijn. Drijf als het ware op deze energie. Maak dan langzaam ook contact met jouw hartchakra. De plek waar zoveel liefde is in jouw hart.
dankbaarheid en vreugde en vrede. Zoveel prachtige kwaliteiten in jouw hartchakra. En als je dan bedenkt dat wij met z'n allen op dit moment in deze meditatie zitten, creëren wij een prachtig veld. Als wij onze energie vanuit ons hart laten stromen in dit veld, in dit gezamenlijke veld. En hoe je dat doet, is helemaal aan jou. Je kunt het voor je zien, alsof er liefde vanuit je hart naar buiten stroomt. En dat je weet dat er vele andere mensen op dit moment aan dit veld, in dit veld aanwezig zijn. En je kunt ook alleen maar de intentie hebben. Zonder dat je het voor je ziet. Doe wat voor jou goed voelt. Wat voor jou belangrijk is. Laat het maar stromen vanuit jouw hart. In dit gezamenlijke veld. En neem even waar wat er dan gebeurt. Wat verandert er in jou. Of in dat veld. Neem maar gewoon heel neutraal waar. Terwijl je uit blijft stromen vanuit je hart. En hier in dit veld kun jij, als je gidsen weet, die je hebt. En zo niet kun je ook gewoon met jouw intentie jouw gidsen uitnodigen. Zonder dat je misschien weet wie ze zijn. Maar nodig ze maar uit om ook in dit veld, in deze hoge trillingsenergieveld, te participeren en samen te zijn. Hun energieveld zal het gemeenschappelijke veld verrijken. Dus nodig ze maar uit. Misschien voel je je omringd door wezens van buitenaardse afkomst. Misschien door je eigen gidsen. En misschien de energie die je voelt, de liefde. En het kan ook allemaal tegelijkertijd zijn. En laaf je aan dit veld. Je kunt deze energie, deze liefdevolle energie, ook weer absorberen, alsof jouw huid deze energie opademt, inademt, in al jouw cellen. En jij stroomt weer uit vanuit jouw hart, in dat veld. Ik vraag op dit moment of mijn gids, Joël, nog wat woorden voor ons heeft voor deze avond. Wat belangrijk is, wat fijn is om te horen voor ons als groep. Nakiri toko ayasatati unayataki ma. U iro taka,
Koya, koya, koya. Uyuku maya sakia nata. Uraki. Uraki iyata. Ura iyato kaya na kirushu. Kirushu. Kirushu kaniyata ka. Ma iyata. Ma iyata ki. Hai, taki. Kiraka maya. Hai. Hai. Wij houden van jullie. Wij voelen jullie. Wij zien jullie. Wij vibreren mee met jullie. Jullie hebben de keus. De keus. Om je op te tillen in frequentie. Het is soms moeilijk, dat weten wij. Maar op het moment dat je weer in die hoge trilling bent, of in je hart, dan kun je voelen. Dan weet je het weer. Dan weet je weer waarom je hier bent. Om deze hoge trilling in jezelf te herinneren. En neer te zetten in jouw wereld. Jouw wereld op dit moment. Terwijl je tegelijkertijd verbonden bent met zoveel werelden. Met zoveel wezens. Je bent een creatief wezen, een liefdevol wezen. En vandaar dat deze liefdevolle trilling zo fijn is om te herinneren. En om expressie aan te kunnen geven. We weten dat het niet makkelijk is op dit moment. Maar herinner je. Herinner je zo vaak als je kunt. En je bent er. Het is slechts een oogknippering van jou vandaag. Vergeet jezelf niet. Vergeet ons niet. Je bent verbonden. Altijd. Je bent verbonden. Altijd. Wij houden van jullie. Kiaka. Hai. Voel deze energie nog even na in je hart. Adem het in en adem het uit. En breng je langzaam terug. Langzaam, langzaam. Terug naar het bewustzijn van je lichaam. Naar jouw cellen. Naar de plek waar je zit. En voel hoe je zit. En hoe jouw lichaam op de stoel of op de bank zit. Het contact met je voeten op de vloer. Word je weer bewust van de ruimte om je heen waar je bent. Jouw eigen plek. En op het moment dat je je ogen opent, dan weet je dat je weer helemaal in het hier en nu bent, aanwezig bent en helemaal helder bent. En welkom terug. Ik zie gelijk een vraag staan van Lisbeth die helemaal op de meditatie. Wat spreekt jou wel? Is dat lichttaal? Ja, het is een lichttaal. Het is zeker een lichttaal. Ik heb ook geen idee wat het betekent, maar ik voel hem wel. En Joël gaf daarna, denk ik, wel een soort samenvatting van wat hij heeft gezegd.
Dus even bij deze, Lisbeth, even de vraag, de antwoord op jouw vraag. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie de meditatie hebben ervaren. Ik heb hem zelf, ja, ik voelde al van tevoren zo van, wauw, wat een mooie energie is er. Dus nou, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En, mooi, Nikki, dankjewel. Nikki zegt, dit was voor mij de meest intense meditatie tot nu toe. Wow. Dankjewel, Nikki. Heel fijn dat je hem zo hebt ervaren. Ja. Right. Ik begin ook een beetje terug te komen. Ja, het was best... Zo, heerlijk. Ja. Ans, hele fijne meditatie, Jacqueline. Dankjewel. Dankjewel, Ans. Ja, heel fijn. Nou, dan gaan wij ondertussen. Ah, Katrina, wonderful meditation. Everything is sparkling now, Rami. Yes, it is, it is. It's a very sparkly energy, isn't it? And very lovely. So, thank you, Katrina. Yes. Oké, dan gaan we even naar de vragen. We hebben al zulke leuke vragen voorbij zien komen. Pauline had de vraag, regelmatig komt in mijn bewustzijn de drie wijzen uit het oosten, die bij Jezus van Nazareth na zijn geboorte kwamen vereren en geschenken van goud, wierook en mirre brachten. Ik krijg dan ook steeds een supermooi gevoel bij. Kunnen of mogen jullie gidsen, Joël en Israël, daar wat over zeggen? Echt een leuke vraag. Leuke vraag. Oké. Ik ga ook eventjes kijken met... Ik moet even schakelen, merk ik. Dus ik ga even het veld even openmaken van jouw vraag, Pauline. Het heeft heel veel symboliek. Symboliek, ja, snap ik ook wel. Je krijgt te horen het goud als conductor, het geleidende materiaal om met het hogere in contact te komen. De wierook is ook, omdat het rook gaat ook, hè, het is iets, een wierook is een, ja, laten we zeggen even zoals wij hem kennen, iets vaste materie. Wat aangestoken wordt en er blijft maar iets heel weinig over. En dat gaat eigenlijk in rook op, ook naar hogere sferen. Weer ook goud en mirre. Mirre is volgens mij, dat is toch een kruid, hè, Philip? Mirre. Toch? Hebben we toch een... Volgens mij, wat ik een beetje zie, de natuurvorm van mirre lijkt meer... op iets van een soort hars of iets dergelijks. Dus dat is ja, een beetje wat ik zie, een beetje bruinig, taaiig spul. Lekker. En ik zie een boom waarvan een stuk borst af is of zo. Dus ik weet niet eens of het van een boom is. Nee, ja. Maar het, is, het ja. lijkt alsof het een soort hars is of zo. Ja. Ja, en het heeft inderdaad te maken, als ik er iets aan mag toevoegen inderdaad. Het is een verwijzing. Interessant, want het gaat over de drie wijzen. het is een verwijzing naar, noem het maar, fysieke aspecten. Dus er worden fysieke aspecten gebruikt als metafoor voor awakening van het hogere zelf. Waarbij inderdaad het goud meer het idee is van de conductor, hè, van de geleider, hè, de channel, zeg maar, de materie waardoor informatie en licht heel makkelijk kunnen stromen. Zonder weerstand. De wierook lijkt sterk op de ether, informatie uit de ether, de stofjes, de fijn stoffige elementen in lucht. De mirre heeft met gronding en aarde te maken en tegelijkertijd ook met heling, dus met zuivering. Zeg maar. Mooi. Ja.
Ik ben even aan het intunen, inderdaad, waarom, hè, waarom die drie wijzen naar Jezus kwamen, hè, naar dat wonder. Ja, ik benoem het even zo, maar zo kwamen dat dus brengen. Dus ik ga even vragen. Het is, ja, wat ik te horen krijg, het is meer dat... Ja, er komt nu van alles binnen. Dat dit kind dus inderdaad als voorbeeld kwam voor de mensheid van wie die nou werkelijk is. Ah, ik begin nu pas goed te begrijpen. Wauw, dit kind is dus de zoon van God. God zond zijn zoon. Dus wij zijn God, hè? Wij zijn een stukje van de bron. Dus God zond zijn zoon, maar dat is dan niet zo van, ja, mijn zoon. Maar gewoon zo van, hij is het voorbeeld. Jullie zijn ook mijn kinderen. We zijn verwant, we zijn hetzelfde. We komen uit dezelfde familie, uit dezelfde bron. En die symbolen, die lieten ons eigenlijk dan zien, dat wij dus ja, dat geleidende, dus die informatie konden... En heling en ja, al die drie, ja, dat we dat konden. En natuurlijk het hele leven van Jezus, wat hij heeft laten zien, wat hij kon. En ik zie nu ook in een keer het heilige hart van Jezus, waar die naar wijst. Ja, en dan de woorden be like me, be like me, wees zoals ik. En dan wijst hij naar zijn hart. Wauw, wat een mooie vraag, ja. Zeg. Nog een paar kleine toevoegingen. Ja. Het zijn drie wijzen, zeg maar, die komen naar een pasgeboren mens en erkent eigenlijk de kwaliteiten in deze bijzondere incarnatie. Wetende dat deze incarnatie feitelijk een volledig open channel is naar het collectieve bewustzijn, naar het hogere bewustzijn. Iedere koning op zich lijkt ook nog een soort metafoor in zich te dragen. Ik weet er zelf niet voldoende van, dus ik ga er maar vanuit dat het ook even klopt. Een van die koningen... En het lijkt erop dat het de koning is die dat goud brengt, is een alchemist. Het is volgens mij heet hij Melchior, ja, Mathieu. En is een alchemist. En een alchemist die goud komt brengen. Maar wat is een alchemist? Een alchemist is eigenlijk zeer bewust persoon. Kijk, we denken soms dat alchemie gaat over het ontoveren van lood in goud, maar feitelijk gaat alchemie over het donker, het zware naar het licht te brengen. Dus van lood, heel zwaar, naar goud, ook heel zwaar. Maar het lood is heel donker en geleidt in het geheel geen energie. En het goud is heel licht en geleidt superveel energie. En tegelijkertijd, als je zou kijken naar de chemische constructie van lood en goud, dan verschilt dat eigenlijk nog heel weinig. De alchemist is een expert niet zozeer in het transformeren van de fysieke realiteit, hè, van het fysieke lood naar het fysieke goud, is eigenlijk een wijze die in staat is om het donker om te zetten in het licht. Dat is de bredere betekenis van alchemie. En dat is ook een van de betekenissen van het brengen van het goud. Dat is ook iets wat de incarnatie van Yeshua heeft betekend voor deze wereld. Tegelijkertijd het aspect van heling wat is gebracht. En er is ook nog een betekenis in het idee van dat de wijzen uit het oosten kwamen.
Het zit er veel in, zeg. Ja, sowieso natuurlijk als we nu al kijken dat in het oosten er veel meer kennis is qua voedingsleer, noem het maar op, beweging, ja, gezondheid, geneeskunde, oosterse geneeskunde. Ja, er komt toch wel heel veel wijsheid sowieso uit het oosten, hè? Ja, mooi hoor. Mooi. Ja. Was het dat ook voor jou? Hm? Ik krijg een soort landkaart te zien. En als we denken aan het oosten, denken we inderdaad al snel aan het verre oosten. Daar is ook een connectie. Maar het lijkt erop alsof... niet alleen het verre oosten is, maar alsof er ook een connectie is ten oosten van die plek. Van Jeruzalem bedoel je? Nou, Bethlehem was dat. Oh, sorry. Ik ben niet zo bijbels. maar wel ten oosten van die regio. Ja. Het heeft ook iets te maken met hele oude kennis die daar is geweest. Of was in die tijd, zo moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Je zou het bijna kunnen noemen... Het is misschien heel moeilijk voor te stellen. Ik bedoel, wij kennen als het ware noem het maar de religies. Hè? De leer, de esoterische leer, zoals we die nu kennen in religies. Maar er zijn hele oude scholen geweest. Die zijn gevoed met kennis uit de tijd van waarin andere beschavingen hier waren. En een aantal van die scholen hebben bibliotheken gehad. Een deel van die bibliotheken zijn nog niet gevonden. Een deel van die bibliotheken zijn wel gevonden, maar nog niet vrij. Maar daar zijn scholen geweest, hele oude, noem maar esoterische scholen. Een van die wijzen is gekomen wat ik krijg te zien in een landkaart. Het is moeilijk in te schatten, want ik zie de kaart niet als de landen zoals we ze nu kennen. Dus ik probeer in te schatten wat er ongeveer, hoe we dat nu ongeveer zouden, hoe we het nu zouden noemen. Hoe dat, en het is interessant, want het voelt als ergens Irak. Of iets dergelijks, of ergens in die richting, zeg maar. Ik weet er niet genoeg van, zeg maar ik hoor ook iets steeds over Babylonië. I don't know. Dus het zal ergens in die richting, ik heb geen idee waar het ligt, of gelegen moet hebben, want het bestaat volgens mij niet eens meer. Maar ergens, die wijze komt ergens uit een school, uit een hoek. In die richting. Maar het is leuk om ze uit te zoeken. Dit zijn ook vaak soort van tips voor onszelf om op onderzoek uit te gaan. En ongetwijfeld gaan we weer op nieuwe dingen uitkomen. Dus dankjewel voor deze vraag. Ja. Wacht hoor. Dat Babylonië daar blijft komen. Een momentje hoor. In Babylonische spraakverwarring. Nou ja, daar kennen we het van. Daar kennen we het van. Ja. Nee, het voelt alsof we dat zelf mogen gaan, alsof we op een soort spoor worden gezet. Okay. Ja, eigenlijk, ik heb al heel lang, het is al jaren dat ik het idee heb, ik wil toch eigenlijk die Bijbel wel eens lezen. Gewoon helemaal. Ja, precies. Er zit volgens mij zoveel historie in. Het is natuurlijk een geschiedenisboek feitelijk. Ja. Ja. Misschien is dat wel. Mooi. Ja. Nou, dankjewel voor deze vraag. Die leidt weer naar nieuwe deuren. Geweldig. Ja. Nou, straks komt er weer een ja? weer. Een, okay. Maar er komt wel een vraag over Jeruzalem. Oh, echt? Ja.
Maar we gaan eerst even naar een andere vraag. Ja. Dat van Lisbeth, die geeft aan van, hè, dat er in Nederland, dat ze gehoord heeft dat er in Nederland relatief veel lichtwerkers zijn. En is dat zo? En waarom is dat zo? Plus, dan moet ik even kijken. Ja, wat is de rol van Nederland in deze huidige transitie waar we in zitten? Dus dat is een hele mooie samengestelde vraag. Ja, laten we even kijken. Ik weet het ook niet. Heel apart. Ik spreek hem gewoon uit. Dat doe ik altijd. Op het moment dat ik dan iets zie, dan spreek ik hem uit. Ik krijg te horen epicentrum, epicentrum. En ik zie een soort, ja, Nederland als een soort, zeg maar, een punt. Met daarin allemaal kringen die zo uitzenden. Zo. Ik kan het niet anders uitleggen. Epicentrum. Dus ik ga even doorvragen van waarom en... Ja, er wordt wel gezegd, dat is een heel uitgebreid verhaal. Het is niet alleen in Nederland, krijg ik te horen, alhoewel er wel veel zijn. En het heeft ook iets met groepszielen te maken. Dus groepszielen die, ja, kennelijk nu bij elkaar of in Nederland, zeg maar, incarneren. En er wordt gezegd puur omdat ze elkaar alvast dan zogenaamd, hè, kennen. In ons bewustzijn natuurlijk niet zo, maar wel herkennen. Dus op het moment dat we gaan samenwerken, dat dan ook de herkenning, zo van, oh ja, dit klopt. We snappen elkaar zonder woorden, of de woorden zijn juist meer zo van, nee, laten we het niet, maar meer het gevoel. Dat is wat ik in ieder geval krijg. En wat is dan de rol? Nou ja, dat het dus makkelijker is in deze transitietijd, dat er van die lichtwerkers dus een bepaalde, ja, noem het even een lichting, lichtwerkers, lichting, die dus het gevoel hebben van, we moeten nu opstaan met z'n allen en we voelen dat we nu is het de tijd om, ja, te ondersteunen in deze transitie. En ik krijg te voelen dat er verschillende groepjes zullen zijn die allemaal andere taken hebben in Nederland. Dus ja, ze zeggen dat is te uitgebreid. Dat is te uitgebreid om het helemaal in te diepen van wat zijn al die taken dan. Maar het heeft absoluut met het bewustzijn te maken. Die de mensen om ons heen nodig hebben. En ik hoor ook dat Nederlanders op school natuurlijk Engels leren en Duits leren, Frans een beetje. Dus we kunnen ook veel mensen bereiken. Ja, het is wel heel 3D, maar ja, dat is wat ik doorkrijg. Dus interessant. Het is wel heel interessant. Maar ik denk dat Esther ook nog wel iets te melden heeft. Klopt dat? Ja, als aanvulling, er zijn wel veel verschillende... Er zijn meerdere redenen, zeg maar, waarom dit dus is. Waarbij hij wel aangeeft, het is relatief. Hè? Dus het wil niet zeggen dat... Ja. Het valt op dat het in Nederland is. Omdat Nederlanders over het algemeen iets opener en expressiever zijn in datgene wat van binnen speelt. Dat wil niet zeggen dat in andere landen weinig of geen lichtwerkers zijn. Maar dat daar een iets grotere drempel is in het naar buiten komen ervan. En daardoor lijkt het alsof ze er niet zijn. Maar ze zijn daar meer, als het ware, nog undercover. En in Nederland is het in die zin iets meer zichtbaarder. Ja, iets meer geaccepteerd misschien. En dat, tegelijkertijd een belangrijk aspect is de openheid. En de openheid is ook iets in de openheid in bewustzijn, zeg maar. Dus in het
In het accepteren dat het er is. Hè. Dus zelfs de mensen die er niet direct iets mee hebben, hebben nog wel een soort openheid dat het kan en dat het kan bestaan. Zeg maar. Dus dat is één aspect. Een ander aspect is, wat Joel eigenlijk ook wel een beetje aangaf, is dat Nederlanders hebben van oudsher een soort drive om de wereld in te gaan. Het is een hele belangrijke zeevaardersnatie geweest in het verleden. Het is een volk wat eigenlijk wereldreizigers zijn. En in het werk wat gaat ontvouwen, is dit heel belangrijk. Vandaar dat het ook, inderdaad wat je wel ook aangaf, een voordeel is dat er zoveel talen worden gesproken in een land als Nederland. Omdat het daarmee heel makkelijk de wereld over kan. Dus dat is ook een aspect. Een aspect wat je misschien niet zou verwachten, is dat dingen ook altijd in balans zullen zijn. Dus daar waar relatief veel duisternis is, zullen ook relatief veel lichtwerkers verschijnen. Dus het donker en het licht is in die zin ook in een... in een zekere balans. Even kijken. Oké, daarmee heeft Epicentrum, maar daar gaan ze niet al te ver, of misschien wel helemaal niet op in, maar Epicentrum heeft in die zin ook meerdere betekenissen. Er is ook nog iets met dat water, zoveel water in Nederland. Het voelt alsof er nog iets is, maar ik kom er niet helemaal bij. Is goed als ik even iets... Ja, zeker. Doe. Ja, ik kreeg nog iets van water, water, water. En Nederland heeft natuurlijk heel veel water. Hè? Sloten, grachten, heel veel rivieren, zijriviertjes. Nou, heel veel water. En er wordt gezegd omdat... Als er veel lichtwerkers zijn, de energie gaat natuurlijk dan ook het water in. En waar gaat water naartoe? Het gaat naar de zee. En dat komt weer omhoog als regen. En dat waait dus ook uit over andere landen. Dus vandaar dat het water, zeg maar, in Nederland en de lichtwerkers die dan met het... met hun gewoon door er te zijn. Hè? We hoeven niet allemaal aan het water te zitten van... Maar de energie, water is echt een energiedrager. Dus ook hierdoor wordt het sneller over de wereld gebracht. Zo grappig, zo is wel bijzonder dat we dus ook al die zeevaarders, die ontdekkingsreizigers en zo, gingen ook allemaal over het water natuurlijk. Ja. Dus, het is echt een bijzonder landje eigenlijk, hè? Ja. Ja. Superleuke vraag. Superleuke vraag. Ja, ik heb het gevoel dat er nog iets gaat komen, maar we zien het wel. Voel, het is heel apart. Dus ik voel hem alsof hier nog soort iets zit. En ik probeer daar contact mee te krijgen, maar het is... Nu nog niet. Hij is niet helder, zeg maar. Dus er, misschien dat nog gaat komen. Wie weet. Dan, neem hem, dan komt hij mee. Ja. Nou komt hij. Mm-hmm. Nou komt hij. Ellie, ja piep piep piep, vorige keer zei iemand van, hey, de magnetron is klaar, jullie maaltijd is klaar, maar dit is onze vaatwasser die even een piepje geeft. Even van 3D gaan we weer terug, we schakelen door. Ellie en Gerda, die hebben de vraag, kunnen jullie de relatie aangeven tussen Kiev en Jeruzalem? Nou, had nooit zo in mij opgekomen, dus ik ben ook heel benieuwd.
Ik zie daar inderdaad wel een soort lijntje tussen lopen. Maar ik heb verder echt nog geen idee. Dus ik ga ze even ook vragen met Joël. Wat ik doorkrijg, er wordt heel veel uitgewerkt. En ook in Jeruzalem is er heel veel uitgewerkt. Ik krijg, ja, wat ik al zeg, ik ben niet zo bijbels, maar iets met de tempel. De tempel in Jeruzalem die vernietigd werd of iets, zoiets dergelijks. Of, nou ja, ik weet het niet. Maar zoiets dergelijks. En wat er dus in Kiev ook gebeurt. Er wordt heel veel aan het licht gebracht. Wow, die voel ik wel heel sterk. En het is nou net Gerda en Ellie alsof ik jullie zo zie zitten. Zo van ja. Maar ik weet niet of dat zo is natuurlijk. Maar er wordt heel veel aan het licht gebracht. Dus Jeruzalem is ook een plek geweest waar heel veel aan het licht kwam. En in Kiev is dat ook gaande. Dus ja, van duister ook weer naar licht. Gaat wel door het lijden van mensen. Kennelijk is dat ook een overeenkomst. Oh, het is zo jammer dat ik er zo weinig van weet. Hè? Maar het is misschien heel dom. Maar is dat nou Mozes die naar Jeruzalem of Israël kwam? Jeruzalem in help. Philip? Mozes. Mozes kwam vanuit Egypte en heeft het volk door de Sinaï naar Israël geleid. Het land... Israël bestond als het fysieke, de grond bestond, maar het land als staat, zeg maar, bestond natuurlijk in die tijd nog niet. Jeruzalem bestond als hoofdstad in die tijd natuurlijk nog niet. Dus het land wat Israël is geworden, zeg maar, is later gestart. Ja, dat klopt dus wel. Wat ik wel zie is dat beide plekken enorme krachtplekken zijn, zeg maar. Dus het is natuurlijk ook niet voor niks dat op die plekken letterlijk de kapitalen zijn opgericht, zeg maar. De hoofdsteden zijn opgericht. Ja. En tegelijkertijd hebben ze heel veel parallellen. Dus daar waar je bijna zou kunnen zeggen van dat er een soort scheiding is in Jeruzalem, en alsof het niet één stad is, maar alsof het een soort gebroken stad is, zo zie ik het ook in Kiev. Alsof het één stad is, maar alsof het gebroken is, zeg maar. Dus dat het ook niet één, als het ware niet één, één community is, zeg maar. Maar alsof het een gebroken community is, zeg maar. Ik ben echt heel benieuwd, want daar waar de heling van het heel worden, de heling van Jeruzalem cruciaal wordt voor het Midden-Oosten, wordt de heling het weer als volk bij elkaar brengen, als community bij elkaar brengen van Kiev, essentieel voor de heling van heel die regio, inclusief Europa, zeg maar. Heel bijzonder. Jeetje. Dus de uitstraling van alleen die plek is niet lokaal. Is niet alleen maar, het gaat niet alleen maar over de communities daar. Het effect gaat heel ver. En dat geldt voor... Dat geldt zowel voor Israël als voor die plek. Dat hebben ze met elkaar gemeen. Even kijken. Want er is namelijk ook iets met
Want er zijn heel veel overeenkomsten in de kracht van. Maar ze laten me niet voor niks zien dat er beide communities gebroken zijn, zeg maar. Want het voelt alsof daar ook een overeenkomst in zit. Je maakt van volgens mij van alles mee daar in dat veld. Nou, het is niet heel, voelt niet heel comfortabel. Als je naar Israël kijkt, dan zou je bijna denken dat je zou misschien denken dat de breuk van de community te maken heeft met conflict binnen de community, maar. Het voelt alsof het probleem niet in de community is ontstaan, maar buiten de community is ontstaan. Alsof het van buiten komt, zeg maar. Hmm. Ja. En datzelfde voel ik ook in die andere portal. Ja. Bijzondere dingen allemaal weer. Oké. Dus er zit behalve de krachtplek, zit er. Misschien mogen we hem daar ook bij laten. Want ik voel wel aan mijn eigen systeem dat het niet heel erg, dat het niet heel comfortabel is. Dus er gebeurt iets in mijn eigen systeem daarin. Het heeft. Beide plekken, zeg maar, hebben in ieder geval een gigantische potentie voor heling van hele grote regio's die verbonden zijn met. Mooie vraag. Dit vraagt naar zoveel meer onderzoek. Ja. Naar goh, ik zou nou zo'n kaart erbij willen pakken. En zien van ja, hoe ligt dat dan eigenlijk allemaal en op welke. Nou goed, oké. Maar yes. Yes. Thanks. Ja. Ja. Goed, we gaan eventjes door. Ik sla heel even een vraag over. Want ik zie dat er nog meer mensen. Dus ik wil iedereen een beetje een kans geven. Even naar de vraag van Sven. Sven is ook bezig om via andere middelen te communiceren, experimenteren. Naast natuurlijk channeling, ook tarot en kia of zoiets. Ik weet niet wat het is, maar goed, maakt niet uit. Maar ik vroeg me af hoe de gidsen dit zien als een extra speels middeltje om breed te ontdekken en te verkennen. Sven, dit... je weet uit de opleiding denk ik ook wel dat dit... tuurlijk, dit zijn inderdaad, het zijn gewoon hele leuke speeltjes. Leuke permission slips, zoals we dat dan noemen. Hè, om te kijken wat er bij jou past. En op welke manier voor jou informatie ook door kan komen. Het zijn permission slips, hulpmiddelen. En het is inderdaad aan jou om te kijken van ja, wat resoneert bij jou om te doen, om informatie binnen te krijgen. Is dat alleen channeling of is dat inderdaad, dat kan ook met tarot zijn.
Ja, je hebt nog meer inderdaad van die dingen waar je dus leggingen mee kunt doen. Druïden heb je ook al leggingen. Dus, en dat maakt in feite dus niet uit zolang jij daarvan open gaat en dus een goede channeling kan doen. In feite komt de informatie altijd via je hogere zelf binnen. Het is alleen het middel wat eigenlijk jou dat kanaal opent. Dus als jij het heel erg leuk vindt of heel erg exciting om tarot te doen bijvoorbeeld, ja, dan gaat dat kanaal vanzelf open omdat je in een hogere trilling komt. Je komt dan veel meer in contact met jouw channel zijn. Dus heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nee, exact hetzelfde. De enige woordspeling die werd gemaakt is, ze kijken dan naar de beschrijving van de vraag. Ik gebruik ook andere middelen om informatie door te brengen. En toen maakte ze eigenlijk een soort grap van, oké, maar wat voor soort middelen gebruik je allemaal? Paddo's? Maar ik neem aan dat je daar niet op doelt. Dat je dus gewoon dingen als tarotkaarten gebruikt. En ja, Eswel geeft aan, gebruik dit. Als dit voor jou inderdaad een manier is waar je heel excited van wordt, dan is het per definitie de manier om je skills verder mee te ontwikkelen. Ja, ik zie ook iets. Je zou bijna denken dat het dobbelstenen zijn, maar het zijn geen dobbelstenen. Ja. Het is, als ik het moet inschatten, heeft het veel meer vlakken dan een dobbelsteen. Het heeft er veel meer dan 6, misschien heeft het wel 12 of zo, maar er staan ook soort van tekens op. Ja, volgens mij is dat die druïde. Ik zag dat ook. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe de druïden dat deden, maar dus, zoiets zie ik. En daarmee kun je dus ook dingen lezen, zeg maar. Al deze manieren, zeg maar, zijn manieren om je kanalen, om je channelkanalen te openen. En als het ware aanwijzingen te krijgen om als het ware informatie door te laten komen. Ja. En zij geven eigenlijk aan van joh, gebruik dit soort instrumenten juist om die kanalen te openen en jezelf het zelfvertrouwen te geven dat je deze informatie kunt voortbrengen in deze realiteit. Maar hou er wel rekening mee dat er meerdere, leg je er niet in die zin aan vast dat het het enige manier is of dat je het niet meer zou kunnen zonder. Hè? Dus maak het niet tot je meester, maar zorg dat die meesterschap in jouzelf als het ware ontwikkelt. Ja. Het is sowieso geen druk, zegt hij. Dus, met een smiley. Dus nee, of geen paddo's. Nee, maar goed, het had ook ayahuasca of... Dit zijn allemaal manieren om in contact te komen met andere delen van je bewustzijn. En met ieder middel wat je gebruikt, welk middel het dan ook is, zorg dat het een ondersteuning is naar een vermogen wat je met je geboorte hebt meegekregen. En dat het niet je meester wordt, als het ware. En met andere woorden, dat je het dus niet kan zonder het middel. Ja. Oh, grappig. Eswel geeft aan, in jouw specifieke geval met tarotkaarten, om daar vooral mee door te gaan. Want hij laat weten dat je hebt daar plezier in. En wat nog belangrijker is, is dat je vindt voor jezelf een soort bevestiging van hey, het klopt. En het maakt voor jou de twijfel die je hebt over je eigen vermogen om informatie door te brengen in deze realiteit. Het helpt je om voorbij die twijfel te komen. En na verloop van tijd ga je steeds merken dat het steeds makkelijker gaat. En steeds makkelijker gaat. En steeds makkelijker gaat. Je gaat er steeds meer plezier in krijgen. En dit is uiteindelijk iets wat gewoon niet eens je tweede natuur wordt. Maar bijna je eerste natuur wordt. Dus hij laat eigenlijk weten van, speel met haar.
Speel ermee. Speel ermee. Ja. Ja, mooi. Leuk, ja. Sven. Even kijken. Ik ga even naar Nikki. Nikki Vermezen. Ik voel van alles gebeuren in mijn lijf. Schokken door de dag, hoofdpijn. Heeft dit iets te maken met de toenemende resonantie, trilling van de aarde? Ik ga even kijken, Nikki, want dat kan sowieso natuurlijk een ja zijn. Maar eventjes kijken wat het bij jou is. Ja, ik krijg al te voelen, Nikki, dat bij jou ook, dat jij in een... Je zit in een stoomtrein, zeggen ze, in een stoomlocomotief. Je bent echt nu op gang gekomen, zeggen ze, en je dendert nu door. En dan gaat hij wel eens te hard. Nou ja, te hard kan natuurlijk haast niet, maar ja, dat dus, dat voel ik in je systeem. Ik ga nog heel even kijken. Ja, ze zeggen, het is alsof jouw lichaam achter je bewustzijn aanloopt. He, je bewustzijn is al verder en je lichaam zegt jou, hallo, ja, he, van ik moet nog bijkomen. Dus die gaat dan signalen afgeven, ja, maar dan krijg je maar even hoofdpijn, dan ga je even die rust nemen als dat mogelijk is dan. Dus, maar het is positief. Het is positief, krijg ik wel te horen. Dus je bent goed op dreef, goed op stoom, goed op... Er komt zelfs een liedje, Locomotion. Locomotion. Nou ja, moet je maar eens een liedje opzoeken. Do the locomotion with me. Oké, yes. Dat is een hele leuke woordspeling. Loco betekent eigenlijk, je begint het langzaam te verliezen. Motion. Motion. Beweging. Oh, vandaar. Oh, dit is nou echt een typisch zo'n duelgrapje, dat ik hem zelf dus niet snap nog. En dan, nou, dan hoor ik ervan. Ja, ja, echt. Nou, Israël, laat het zelf zien. En wellicht dat er veel meer mensen herkennen wat Nikki vraagt. Precies, precies. En Israël geeft aan dat er ook nog andere side effects kunnen zijn. Leuk. Dus behalve de schokjes in je lichaam, zeg maar, kun je ook soms het gevoel hebben alsof je realiteit schokjes maakt, zeg maar. Dus alsof je... Dat je duizelig bent, een beetje zo... Ja, nou, hij liet eigenlijk weten alsof er... Stel dat je nou gewoon een gewend... We zijn eigenlijk gewend aan een film die heel vloeiend loopt. Maar wat nou als we niet frame voor frame, maar stel dat je nou in één keer, noem maar een getal, 25 frames overslaat, zeg maar. Ja. En dan zou je als het ware een sprongetje in de film maken. En dan is het net alsof je pakt het weer gelijk op, maar tegelijkertijd weet je van, er gebeurde iets. Alsof er een schokje in je ervaring komt, een soort jump in je ervaring komt, zeg maar. Dus los van die schokjes in je fysieke lichaam, laat Israël in ieder geval weten, zullen er mensen ook zijn alsof ze schokjes vinden in hun fysieke realiteit. En hij laat zien dat het soms kan zijn dat er in een keer iemand in de ruimte is die je daarvoor helemaal niet had gezien. Dat je je afvraagt, komt hij nou binnen? Ja. Of gewoon objecten die er in ene keer zijn of niet zijn, zeg maar. Terwijl je het toch echt wist van, dat lag toch daar. En dat het in ene keer er niet is. Dus, maar dat het momentum waarop dingen zijn veranderd, alsof er stukjes gewoon missen in je. En hij laat weten, het heeft te maken met de enorme versnelling van het bewustzijn. En die enorme versnelling van die frequentie van het bewustzijn, ja, maakt eigenlijk dat het voelt alsof de fysieke realiteit een stukje achterloopt. Ja, en net als met het lichaam dus. En net als met het lichaam. Het lichaam loopt achteraan. Is hard aan het werken. De fysieke realiteit is hard aan het werken om je bewustzijn bij te houden. En zo zeg je, ja, maar hoe kan dat nou? Eigenlijk heeft het te maken dat er in het bewustzijn ook nog veel ankers zitten naar de oude realiteit. Dus die ankers die maken eigenlijk dat het bewustzijn nog niet volledig vrij is in het bewegen, zeg maar. Als het bewustzijn volledig vrij zou zijn, zeg maar, dan zou je dit soort dingen niet meer eigenlijk niet meemaken, zeg maar. Maar het is doordat er nog veel ankers zijn aan,
aan de, ja, noem het maar de bestaande fysieke realiteit. En dat heeft van alles te maken met allerlei herinneringen, zeg maar. En allerlei verwachtingen, zeg maar. Verwachtingen is eigenlijk een soort projectie naar de toekomst van een herinnering. Die maken dat er een soort vertraging zit. Terwijl je bewustzijn eigenlijk al iets verder gaat. Dus het is net alsof dat dan drie keer een stukje achteraan komt. Ja. Hij laat ook weten. Het heeft ook iets te maken met het collectieve proces. Dus het hoeft niet zozeer te zijn dat je ankers hebt in die fysieke realiteit en dat dat niet goed is en dat je het zou moeten loslaten. Hij laat ook weten, het is ook het zijn ook collectieve stukken in je bewustzijn, zeg maar, die te maken hebben met die fysieke realiteit. En, en die collectieve stukken, dat zijn overeenkomsten. Dat is, bedoel, dat is waar we consensus mee hebben met anderen, zeg maar. Dus het is... individueel zijn we allemaal aan het bewegen, maar het collectief is ook aan het bewegen. Maar er is op dit moment veel verschil tussen de individuele shift en de collectieve shift, zeg maar. Dus, ja. Boeiend. Het zijn allemaal boeiende onderwerpen, dus het is echt leuk. Ja. Oh, mooie vraag. Thanks. Ja. Oké, Jolien. Jolien zegt, ik krijg veel door van een episch, als ik het goed heb, ja, episch collectief. Wat is mijn relatie met hen? Ik krijg het niet helemaal zuiver. Oké, gaan we even kijken, Jolien. Een episch collectief? Ja. Episch collectief. E-P-I-S. Ja. Collectief. Episch. SCH, hè? SCH, episch. Ja, ik denk dat ik hem zelf even. Ik ga gewoon even vragen welk collectief. Zonder even dat woord, want ik blijf daar een beetje op hangen, merk ik. Ja, even kijken hoor. Jouw vraag is dus welk, toch? Even kijken hoor. Ik krijg veel door. Wat is mijn relatie met hen? Aha, oké. Dat is eigenlijk de vraag. Wat ik te horen krijg is dat je een soort woordvoerder bent, eigenlijk, van hun. En dat ben je ook, want je bent het kanaal van dat collectief, hè? Of een deeltje of deel van dat collectief. Je wordt met raad en daad bijgestaan vanuit dat collectief. Maar jouw relatie is dus, zeg maar, je hebt daar een hele mooie, sterke verbinding mee. En als een soort vertegenwoordiger. Wat jij hier kunt brengen dan, hè, in menselijke vorm. Dus een woordvoerder, een vertegenwoordiger van wie zij zijn. Voor zover jij dat natuurlijk kan neerzetten vanuit jouzelf, wie jij bent, ook als mens. Daar voelt hij nog wel eens dat een beetje scheef gaat, dat je het wel wil, maar dat je ook niet helemaal voelt van ja, maar hoe moet ik dat dan? Of ik voel wel iets of ik weet iets, maar ik kan het niet pakken of geen vorm geven of ik snap het niet helemaal. En dan moet dat eventjes, dan ligt dat in de week, als het ware. En iedere keer komen er dan stukjes bij en op een gegeven moment dan denk je, dan is die helder. Ik weet niet of je dat herkent hoor. Volgens mij hebben we pas een sessie gedaan met elkaar, ik weet het niet meer zeker, maar... Dat is even in het kort wat er bij mij doorkomt. Ja, jij kent ze. Ja. Nou, en jij?
Filip en Israël. Israël, laat me weten van ja, wat, eerst krijg ik wat meer informatie over ja, wat betekent het dat het een collectief is. Ja, want ik vroeg eigenlijk van wat is dit voor een collectief? En hij zei van ja, een collectief is feitelijk een groep bewustzijn die een bepaald thema, een bepaalde aspect van creatie wil ervaren en die daarin ook dingen brengt. En hij gaf aan, dit collectief is een groepsziel, zeg maar, een oversoul. En het is hun, hij liet woorden vallen als oké, ze zijn alweer weg ook. Het zijn soort voorlopers. Oké, hij zegt nu, die herinner ik me ook, tenminste die haakt gelijk bij me aan. Wat Barbara Maciniak zo mooi noemt in Brains of the Dawn, System Busters. Dat zijn zielen die komen in realiteiten, in tijden van transformatie, van grote transformatie, zowel wat nu dus plaatsvindt in onze wereld, in onze realiteit, maar ook op andere werelden. En die specifieke taken doen, maar ook ervaringen opdoen. Dus ze komen iets brengen, maar ze komen ook echt iets leren, zeg maar. Heel specifiek in tijden van transformatie. Dus ik voel van, goh, is dit een groep die heel sterk verbonden is met het menselijke oversoul, hè? Dus met het noem het maar het Christ consciousness, hè? Met de menselijke overziel. Ik zeg, dus is het een subgroep van, hè? Of is het een... hij zei, ja, er zijn sterke connecties noem het maar de aarde overziel, met het menselijke aarde overziel. Maar er zijn ook hele sterke connecties met Pleiade. Dus wij zijn heel snel geneigd om met onze mind categorieën aan te geven, zeg maar. Maar Ezra heeft aan, ja, zo werkt bewustzijn niet. Bewustzijn is niet gecategoriseerd in de manier zoals jullie denken, zeg maar. Dus vandaar, als wij zeggen connecties, dan lijkt het alsof het dus niet Pleiaden zijn, maar dat er connecties zijn, zeg maar. Dat op het vlak van bewustzijn werkt dat anders. Maar er zijn dus, laten we zo zeggen, er is in ieder geval connectie, er is invloeden daarvan. Dus dit is eigenlijk wat dit collectief doet. Dit collectief die haalt, noem het maar, zijn passie uit het kunnen zien van hoogtepunten van transformatie. En nou ja, hoogtepunten van transformatie zijn altijd hele intense processen. Ja, dus zo kunnen we dat ook zien op deze planeet, zeg maar. De intensiteit begint echt enorm toe te nemen. Maar iedere beschaving die een transformatie maakt van de derde dichtheid naar de vierde dichtheid, zoals wij dat nu aan het doen zijn, dat zijn eigenlijk altijd hele intense processen. En wij doen hem op deze manier. De Grays hebben hem op een andere manier gedaan. Pleiade hebben hem op een andere manier gedaan. Sirius heeft hem op een andere manier gedaan. Maar het blijven altijd, de Sasani zelf. Het zijn intense processen. En in, noem het maar, het hoogtepunt van dit soort transformaties, is dit collectief zeer geïnteresseerd om te ondersteunen en te leren. Vandaar dat ze ook episch collectief heten, epic. Ze komen echt voor de, ja, voor het echte werk, zeg maar. Daar vinden zij hun passie in. Nou, wat is jouw connectie, wat is jouw relatie daarmee? Ik ken je niet persoonlijk, maar het feit dat je die connectie zo sterk voelt. Ik ben heel benieuwd, als jij jezelf zou mogen beschrijven in deze realiteit, of je jezelf herkent
in, noem het maar, het archetypische beeld wat is gegeven nu van dit collectief. Maar wat Israël me ook wel aangeeft is, hier zit ook heel veel voor jou om te leren, intern, zeg maar, om... Een soort woord, een ding wat voorbij komt. En er wordt aangegeven, neem hem niet letterlijk als woord, maar kijk of je kunt voelen naar de context. Maar het voelt alsof zij, het woord warriors of light. Maar dan zou je bijna kunnen zeggen, van, oh, dat zijn strijders, dat zijn vechters, of dat zijn rebellen, of dat zijn, komen hier om dingen op te schudden. Of, maar zo wordt hij niet bedoeld. Het is wel een collectief wat een soort frequentie kan meebrengen van waarmee het proces wordt voortgestuurd, als het ware, waarin de dingen in gang worden gezet, zeg maar. Ja, dus als je dus tune in op het archetype en niet zozeer op wat de woorden zouden kunnen betekenen. En kijk of je dat in jezelf kunt herkennen als iets waar je op aanhaakt. Of wat je zegt van nou, dat heb ik al en dat het is tijd om dit in de wereld te gaan laten zien. Of misschien laat je het al zien. Dus kijk wat die... waar dit archetype, zeg maar, dit noem het idee, zeg maar, dit beeld, is misschien het goede woord, het beeld, waar die op resoneert. Wat maakt het in je wakker nu? Ja, thanks. Right. Kunnen nog net... 1 of 2 vragen doen. Yes, okay. Ja, het gaat heel snel. Even kijken hoor. Ik ga gewoon even kijken. Catharina had een vraag. Ik vertaal hem even in het Nederlands, Catharina. Er zijn natuurlijk veel Nederlandse mensen. En als we dan in het Engels antwoorden... is dat niet zo fijn voor mensen die geen Engels spreken. Dus ik weet dat je... wel een beetje Nederlands verstaat. Hè? Even kijken hoor. Wat zou een dagelijkse experience, ervaring voor mensen zijn als ze een jaar lang in één huis wonen met een gemiddelde IT? Dus echt dat ze fysiek aanwezig zijn. En welke vergelijkbare gewoontes zullen IT's hebben met mensen? Dus dat is ook wel een grappige vraag. Dus wat zou een dagelijkse ervaring zijn voor mensen als ze gedurende een jaar in één huis wonen met een IT? En welke... overeenkomsten in gewoontes zullen de IT's hebben met mensen? Dus, grappige vraag ook. Ik ben heel benieuwd, dus ik ga ook heel even kijken. Ik merk dat mijn team... probeert me een beetje er vandaan te brengen, want ze zeggen van ja, maar jullie kunnen je dat nog helemaal niet voorstellen. Want jullie bewustzijn is dan al zo anders. Dat gaat zo snel zo meteen dat jullie... Nou ja, goed, ik probeer het toch hoor, dat ik toch even vraag. Zeg maar, ja, doe even een tipje van de sluier omhoog. Ja, ik krijg ook hele grappige dingen te zien. Dat een IT bijvoorbeeld ook slurpt tijdens iets dat hij drinkt of zo. Dat hij... Dat zo. Israël begon met van nou, aan het einde van het jaar zitten jullie met de hele familie, inclusief de IT, gewoon naar Netflix te kijken. Nou, dus niet. Nee, wat heel snel daarna zei hij. Van...
kans is heel klein. De kans is veel groter dat jullie iedere avond met elkaar, als de hemel helder is, naar de sterren te kijken. Oh, dat is ook mooi. En dat iedere avond herinneringen en verhalen, overleveringen, zeg maar, worden gedeeld. Over en weer. Van deze buitenaardse over wat hij weet over de verschillende beschavingen. Van de sterren die zichtbaar zijn op dat moment. En dat ook de mens deelt met deze buitenaardse. En dat is een oude traditie die ooit in deze wereld heeft bestaan en die weer terugkomt. Het weer gaan delen van ervaring, het gaan delen van kennis en informatie. En in die zin weer die verbindingen met elkaar maken als werkelijk een familie, als een community. Omdat dat een van de belangrijkste taken is die gaan komen in de komende jaren. Is juist die verbinding, die openheid, het delen en het elkaar verrijken, zeg maar, een heel belangrijk aspect gaat worden. Het zal maken dat er heel veel van de bestaande, noem het maar, programma's, dan komt weer terug op de tv, maar de programma's in de hoofden van mensen die te maken hebben met niet meer delen, het niet kunnen vertrouwen, het niet veilig voelen, het niet, al dat soort programma's lossen op het moment dat we weer samen met elkaar onder de sterren onze levens delen, onze verhalen delen, onze herinneringen delen, de dingen die we weten, de dingen die we hebben gezien. En elkaar weer beginnen te verrijken. Dat is een aspect wat hij laat zien, wat absoluut gaat gebeuren op het moment dat we elkaar ontmoeten. Nou, mooi. Dat is mooi. Hey, we doen nog even een korte vraag. Ik doe een gedeelte van een vraag van Jami, want er zitten veel vragen sowieso in. Maar eentje is of vasten invloed heeft op onze spirituele ontwikkeling en zo ja, waardoor? Want ze had gehoord dat Jezus ging vasten voordat hij Lazarus genas. Dus ik voel zelf al wel wat dingen, maar ik wil hem toch nog even wat meer dieper pakken, deze vraag. Grappig, dat inzicht had ik zelf nog niet. Wat er ook met vasten wordt bedoeld, is dat je het vasten is je het onthouden van bepaalde voeding of zelfs helemaal geen voeding. En in het begin zal dat toch een soort, ja, noem het even anti-verslaving in onze moderne tijd aan allerlei genotsmiddelen, koffie, thee, limonade, suiker, wat dan ook. Maar als je daar dan van loskomt, dan schijnt het dan zo te zijn dat jouw geest, zeg maar, niet wordt getrokken door het lichaam die zegt, ja, maar ik wil nu suiker, of ik heb nu behoefte aan dit, of behoefte aan dat. Dat is dus een aspect hiervan, waarom vasten af en toe goed zou zijn. Maar, wordt ook gezegd, je hebt wel te dealen met jouw eigen constitutie. En hier komt weer een stukje autonomie kijken. Luister jij naar je eigen lichaam? Want waar voor de een het vasten heel gezond zou kunnen zijn, is het voor de anderen juist veel te heftig. Veel te heftig, waardoor heel veel afvalstoffen, zeg maar, in één keer vrijkomen. En ja, dus de spiritualiteit verre van op dat moment ver weg is. Omdat het lichaam dan zo, je krijgt hoofdpijn, je wordt misschien misselijk, duizelig. Nou, ben jij niet bezig met spiritualiteit. Dus het gaat erom dat je het niet buiten jezelf zoekt. Hè? Want de een zegt, nou, je moet 1 dag vasten. De ander zegt, nee, je moet 10 dagen vasten. Luister naar je eigen lichaam en je eigen intuïtie. Wat voelt voor jou kloppend? Wat is goed voor jou? Het is zo belangrijk dat we daar steeds meer naar gaan luisteren. De buitenwereld
Daar hebben we lang genoeg naar geluisterd. Het wordt tijd dat we naar onszelf gaan luisteren. Dus die boodschap zit er... Dus dat is nog een aspect. Dus dankjewel voor deze vraag. Het is heel fijn. Ja, ook voor mezelf in natuurlijk. Dus, ik denk voor andere mensen ook wel. Dat we kunnen hier weer wat mee. Er wordt nu ook weer even als leuk grapje. Zo van, ja, want jullie eten toch ook chocola als je je weer wil gronden. Dus dan heb je dat toch juist nodig. Het is even weer zo'n knipoog naar het vasten. Ja. Heeft Esther al nog korte toevoeging? Kort. Nee, Esther heeft nooit korte toevoeging. Kun jij hem kort samenvatten met wat hij zegt? Nou, eigenlijk wel hetzelfde. Wat vasten doet, daar begon hij ook mee. Je onderbreekt een cyclus. Hè? Op het moment dat we zitten allemaal in vaste routines, zeg maar. En je onderbreekt de routine. En dat doe je op heel veel levels. Waarschijnlijk lijkt het alsof je dat doet op alleen het eten. Maar vasten kan veel meer aspecten inhouden dan alleen het onthouden van eten. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen media vasten. Of je zou ook kunnen info vasten. Dus dat je stopt even met alle info. Dus je kunt op allerlei manieren kun je je routine onderbreken. Onthouden, ja. En daardoor krijg je de tijd om dingen te verwerken. En die dingen die eigenlijk niet meer van dienst zijn, zeg maar, zou je kunnen afvoeren. Zeg maar. Dus daarmee maak je je systeem een stuk schoon. En je zult merken dat op het moment dat je stopt met vasten, dat je vanzelf weet van, ik ben nu veranderd. Ik ben weer een beetje teruggekomen tot in mijn natuurlijke staat. Wil ik dit eigenlijk nog eten? Of wil ik dit eigenlijk nog horen? Of wil ik dit eigenlijk nog zien? Of wil ik dit eigenlijk nog doen? Of de onderbreking van de routine krijg je eigenlijk een momentum waarop weer andere keuzes gemaakt kunnen gaan worden. Doordat we in een soort routine, of eigenlijk in een soort gewoonte zitten, merken we niet eens meer dat we de keuzes hebben. En dat is de kracht van vasten. Hij liet ook nog wel weten, inderdaad, wat Jacqueline en Joël ook al aangaf. Doe het vasten omdat het goed voelt. Omdat je echt voelt van het brengt me iets. Doe het niet omdat het iets moet doen. Want dan ga je het doen vanuit een verkramping en een doelgerichtheid van iets wat het moet opleveren. Zeg maar. En dan zijn we soms geneigd om door te gaan tot we dat doel hebben bereikt. Ja. En dat is inderdaad niet wat optimaal is voor je systeem. Op het moment dat het systeem in een soort overlevingsstand komt. Kijk naar de mensheid in de afgelopen duizenden jaren, zeg maar. Op het moment dat je hele systeem in schaarste wordt gehouden, is de spirituele groei voor een deel geremd. Mensen die in zijn algemeenheid in honger zitten, zeg maar, hun eerste prioriteit is niet spirituele groei, zeg maar. Dus zorg dat je systeem niet in een soort strijd met zichzelf komt. Want dan heeft vaste levert niet zeg maar de spirituele groei op die het zou kunnen hebben. Met dat inzicht, zeg maar, is vaste een heel interessant. Ja. Hele mooie perspectieven erop. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat je dan ook op je tweede deel van je vraag, Jannie, al antwoord hebt, hè? Dus slapen met de benen hoger dan het hoofd. Ik zou zelf niet aan moeten denken. Het voelt voor mij al... Ik denk, nee hoor, dat zou voor mij echt niet prettig zijn. Er zijn ook tijden geweest dat mensen zittend sliepen. Volgens mij in de middeleeuwen. Men dacht dat men stikte of zo. Of iets. Hè? Dus het... Of ik zou slapen, weet ik niet. Maar er bestaan natuurlijk ook in de yoga bijvoorbeeld heel veel houdingen die inverted zijn. Hè? Dus dat je die andersom zijn, zeg maar. En die zijn buitengewoon... En daar is ook een tarotkaart van, Sven. De gehangene. Dat klinkt gezellig. Maar ik dacht meer aan een aantal yoga oefeningen die juist bedoeld zijn om het systeem even een omkering te geven. En
ja, allerlei residuen in je systeem juist weer de gelegenheid te geven om eigenlijk om het bezinksel in je systeem eigenlijk los te maken, zeg maar. Dus wow. Het kan omgekeerde houdingen kunnen ook weer heel helend zijn. Ik zou persoonlijk niet zo gauw ervoor kiezen om zo te slapen, maar ja, dat is persoonlijk. Kijk hoe het voelt. Ja, inderdaad. Ja. Kijk weer hoe het voelt. Maar even nu eens terug te komen op de gehangene in de tarotkaart, die hangt aan ons boom, maar die ons boven, maar die is wel verlicht. Die heeft een hele aura van gouden licht om zijn hoofd. Ja, ja. Okay. Ja, dat is gewoon echt een mooie kaart. Ja. Nou, en dank jullie wel voor alle toevoegingen. Ik zag leuke dingen voorbij komen. Ik zal Philip zo meteen even bijpraten over Nicky heeft opgezocht wat mirren betekent. Oh ja? Ja, allemaal dat soort dingen. Oh, ontzettend leuk, heel erg fijn. En, super. En over de rivieren, dat de meridianen zijn. Ja, weet je, dat soort informatie. Heerlijk, dank jullie wel. Want dat is zo, ja, dat maakt het plaatje compleet, weet je? Ja, dat is wel hartstikke leuk om met elkaar te doen. Ja, dus ja. Super fijn. En ja, we moeten helaas nu wel stoppen met alle vragen. Ja, right. Ja, nou volgens mij hebben we ook bijna alle vragen gehad. Dus hartstikke fijn, dank jullie wel in ieder geval. En dan gaan we nu eventjes naar de... Nee, niet naar de reclame. Even naar de wc. Even ja. Ja. Kijk deze was. Ja, nou ja. Een minuutje of vijf tot zeven. Ja. Ja. En dan ondertussen doen wij een heel mooi muziekje. Animatie, filmpje met een mooi muziekje opzetten. En dan zien we jullie zo meteen terug. Yes. Tot zo. Yes, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ja. Nou, fijn lieve mensen. We gaan weer door met onze avond en zoals beloofd gaan wij jullie meenemen in een Stargate meditatie. En voor degenen die dat nog niet kennen, laat je gewoon lekker meenemen door mij en door Philip en onze gidsen naar een heel mooi veld waarin van alles kan gebeuren. Dat weten wij van tevoren nooit. Maar het is een heel fijne en hoogtrillings veld. En ja, ik start met de meditatie en neem jullie mee naar het veld van de Stargate. Dus, en dan kunnen jullie dat veld gaan ervaren en mee gaan reizen. Dus ik wil jullie vragen om, net zoals met de meditatie, om lekker te gaan zitten of te liggen. Alleen als je ligt, heb je meer kans dat je in slaap valt. En doe lekker je ogen dicht, zodat je je mee kunt laten nemen door mijn stem. En ik nodig je uit om weer in die ontspanning te komen. En herinner je even dat veld waarin je zo aan het drijven was in de eerste meditatie. Dat veld waarin jij vanuit je hart jouw liefdesenergie hebt laten stromen. En waarin jij kunt drijven. Volkomen veilig. En probeer je het gewoon te herinneren hoe dat was, dat veld. En dat veld dat bestaat uit de aarde-energie die jij door je heen laat stromen. En door de universele energie. Die jouw kruinchakra instroomt. En die zich vermengt met die aarde-energie in jou. En puur de herinnering eraan zorgt ervoor dat je daar weer bent, in dat nu en in dat veld van die kosmische energieën, universele energie en de aarde-energie en ons gezamenlijke veld.
En dan wil ik je vragen om je voor te stellen dat er een piramide voor jou, jouw eigen piramide of jouw eigen Stargate voor jou staat, waar je kunt instappen. En je kunt daar dus naar binnen en gaan zitten in het midden. Dus zie jezelf daarmee naar binnen lopen en gaan zitten. En voel even de ruimte boven je hoofd, de punt van de piramide of de punt van de Stargate. Voel even wat daar nu gebeurt als je daar zo zit. En voel even de ruimte om je heen, naast je en voor je en achter je. Maar ook onder jou. En jij zit hier in het midden en het is jouw eigen reismiddel voor deze meditatie. En jouw Stargate of jouw piramide heeft een eigen krachtveld, puur door zijn eigen structuur. En het heeft ook een eigen bewustzijn waarmee jij kunt communiceren. Ik zou je willen vragen om aan je eigen piramide of Stargate te vragen om zijn eigen krachtveld te gaan vergroten, te gaan versterken. Dus voel jezelf zitten en vraag nu op dit moment om een versterking van het krachtveld. En zo gaan wij reizen door de dimensies heen, door lagen heen, lagen in je eigen bewustzijn en tegelijkertijd lagen buiten jouzelf, buiten jouw lijf, buiten jouzelf. Door de versterking van de energieën van jouw piramide of Stargate, reizen we met gemak van de vierde naar de vijfde dimensie. En hier in de vijfde dimensie kun je even waarnemen hoe dat voelt. Je bent verder. Je bent klaar om verder te reizen. En vraag maar aan je eigen Stargate of piramide om je mee te nemen naar de zesde dimensie. En door naar de zevende dimensie. En hier in de zevende dimensie blijven we iets langer. Ons lichaam even te laten wennen aan deze verhoogde frequentie. En vervolgens vragen we aan de piramide of Stargate om een versterkt krachtveld van de achtste dimensie. We reizen met gemak van de zevende naar de achtste dimensie. En door naar de negende dimensie. En neem gewoon waar wat er gebeurt. Hoe voel je je? Wat zie je? Wat gebeurt er?
heel rustig en ontspannen. We reizen door naar de 10e dimensie. Dus vraag het aan je eigen stargate of piramide om te reizen van de 9e naar de 10e dimensie. Van daaruit naar de 11e dimensie. En adem even rustig diep in en uit. Om vervolgens te vragen om door te kunnen reizen naar de 12e dimensie. En ervaar de energie hier in dit veld van de 12e dimensie. Op je eigen unieke manier. Voel de stroming van energie in die 12e dimensie. Door je heen, om je heen. Geef je maar over aan deze stroming, waarin jij volledig kunt zijn. En hier in dit veld zal Philip en Israël je verder meenemen. Een reis in jezelf en in de 12e dimensie. Terwijl je als het ware drijft in dit veld, in dit energie. Stel je voor dat je ligt in een veld, in een soort van subveld van prachtig blauw licht. Kokon wat ruim over jouw systeem ligt. Aan de onderkant van je hoede misschien wel een halve meter ruimte heeft en ook aan de bovenkant boven je hoofd. En voel hoe je gedragen wordt in dit veld, of eerder gezegd, in dit voertuig. Nodig je uit om wederom mee te gaan op een, wat wij noemen, een field trip. Nodig je uit om te voelen in die kokon, in dit, als het ware, etherische ruimteschip om je heen, om je thuis te voelen.
te voelen dat dit echt jouw schip is, jouw voertuig is. Voel maar hoe je dit voertuig, dit schip kunt navigeren met je bewustzijn. En puur met je intentie kun je vragen aan deze bubbel van energie, dit veld, dit schip, langzaam op te stijgen vanuit de plek waar je je bevond. Te stijgen door de atmosfeer. Misschien herken je dit en misschien doe je dit voor het eerst. Maar voel maar hoe je met je intentie het aangeven aan je eigen schip om verder te komen door die atmosfeer. En een stukje richting de ruimte te gaan. Als het ware te gaan door de dampkring. Dat je een bepaalde afstand kunt zien, vanaf een afstand kunt kijken naar de sterren, maar ook naar de aarde. En kijk of je vanuit jouw perspectief de aarde kunt zien in zijn geheel. Hoe deze prachtige blauwe bol draait en zweeft, net als jij. Vandaag willen we graag iets aan je onthullen, letterlijk onthullen. Want al langere tijd, hele lange tijd, staan de belangrijke schepen rondom jullie planeet. Niet zichtbaar met het blote oog, niet zichtbaar met het meeste van jullie technologie. En ooit hebben we jullie meegenomen naar een van deze schepen. En vandaag, op deze field trip, krijgen jullie wederom de mogelijkheid om contact te maken. Zometeen zal er een korte transmissie zijn van energie.
in al jullie verschillende voertuigen waarmee we op dit moment in contact staan. En de kleine shift in frequentie zal maken dat je een korte tijd kunt zien dat er meerdere van dit soort schepen rondom jullie planeet staan. En zeer waarschijnlijk, als je goed genoeg kijkt en snel genoeg telt, zul je zien dat er 8 staan. Het zijn schepen, wij noemen het stations. Omdat ze een soort van permanent staan rondom jullie systeem. Als een systeem van onderzoek, als een systeem van support, energetisch. Als je goed kijkt, zul je zien dat de verschillende strepen staan in een soort formatie rondom jullie planeet, waarbij de schepen als het ware staan op de punten van wat jullie zouden noemen een Merkaba. En daar binnen de aarde als het ware omvat in een soort van energetisch patroon. En via dit patroon wordt jullie planeet ondersteund, gevoed, verlicht met energieën, met informatie, met licht. En tegelijkertijd zijn deze schepen als het ware één grote bibliotheek voor alles wat er gebeurt in jullie wereld en in andere werelden. Niet alleen op jullie planeet, maar ook alle andere planeten in jullie zonnestelsel, waarvan sommige ook leven bevatten. En zometeen zul je merken dat er gedurende een aantal seconden deze schepen rondom jullie planeet zichtbaar worden. Deze stations. En kijk maar even. Kijk maar even of het lukt. It's all a matter of frequency. Het is allemaal een kwestie van frequentie. En misschien zie je het en misschien zie je het niet. En kijk of je het kunt voelen, op zijn minst. Here we go. Zag je het? Oké. Nou. Neem een van deze schepen, een van deze stations, die jou aanspreekt of die je het beste kon zien. Met je intentie kun je vragen om naar dat station te navigeren. Er is een reden waarom dat station in je aandacht komt, het beste zichtbaar was. Sta jezelf toe om met jouw schip, met jouw voertuig naar dit station te zweven. En voel je welkom. Je zult misschien een beeld krijgen van een soort van
haven, soort ingang, soort poort. En voel maar hoe, als het ware, via je schip, door die poort en binnen wordt geleid, bewogen. En voel je welkom. Misschien herken je, misschien herinner je dat je dit eerder hebt gedaan. Misschien is het nieuw, misschien is het vreemd. Maar hoe dan ook, voel je thuis, voel je veilig. Wellicht zie je in die ruimte een soort plek waarin buizen, als het ware. Je zou het kunnen denken als liften. Kijk of je naar zo'n buis kan toelopen. En met je intentie gewoon aangeeft om naar het centrale plek van het schip te gaan. Het zijn soort liften, maar liften anders dan wij. Deze liften werken op basis van jouw intentie. Je hoeft niet te weten of je naar het, je hoeft niet te weten naar welk dek je moet. Je hoeft alleen te weten waar je naartoe wil. En de lift brengt je daar. En voel je dan welkom in het centrum van het schip. Het centrum van dit station. Met zijn vele ruimteskamers. Zijn vele dekken. En voel je weer even als het ware landen. En dat voelt misschien groot. Maar voel ook dat je niet alleen bent. Je ziet misschien allerlei wezens lopen. Je zult misschien zien dat er veel mensachtigen rondlopen. Sommigen zullen je herkennen, zullen je gedag zeggen. En anderen zijn misschien op weg naar hun ding te doen. En hebben misschien wat minder aandacht. It's okay. Okay. Het kan zijn dat je nu wordt aangesproken of dat je bent aangesproken. Wat ze me laten zien is dat er aan boord van de stations veel members van hybride beschavingen zijn. En je hebt misschien een herkenning, je herkent misschien sommige van deze wezens.
En je mag aangeven, er wordt gevraagd. En misschien heb je het al gehoord. En je mag aangeven waar je in dit schip graag naartoe zou willen deze keer. Wil je terug naar, als het ware, het holografische dek? Of wil je naar de bibliotheek, de kosmische bibliotheek? Misschien wil je naar, terug naar het gedeelte van het dek waarin ecosystemen bestaan. Hele stukken natuur zijn gesimuleerd en onderzoeken worden gedaan. Misschien wil je terug naar de communicatieruimtes, waarin communicatie is met vele beschavingen in het universum. Misschien wil je terug naar de, noem het maar, de healingruimtes. Er wordt aangegeven, er is minimaal iemand die interesse heeft in de technologie. Die graag naar de technische kamers, technische ruimtes. En er is behoefte aan de plekken van training en educatie. De ruimtes waar earthlings en mensen worden getraind, lichtwerkers worden getraind. En tegelijkertijd de buitenaardse contactees, de buitenaardse contact. First contactees worden voorbereid op contact, fysiek contact met de aarde. Er wordt aangegeven waar je ook naartoe gaat. Geef het maar aan de begeleider die, waar je misschien al contact mee hebt gemaakt. En waar je ook naartoe gaat, uiteindelijk willen ze je allemaal, behalve datgene wat ze specifiek laten zien, vanuit iedere positie zal zo direct ook nog een ander beeld getoond worden. Dan ga eerst maar op reis door het schip met je begeleider. Verwonder je van alle beschavingen die daar aanwezig zijn, in alle verschillende vormen van uitingen, van expressies. En dat ieder van jullie een aparte reis maakt naar een aparte ruimte, een andere ruimte. Moet er even een moment van stilte in acht genomen om je eigen ervaring te kunnen doen.
van de ruimte, van de plek waar je op dit moment bent. Kijk of je voor jezelf een soort een gevoelsbeeld, een soort mental image, maar vooral met het gevoel, zeg maar, kunt ankeren in je geheugen, in je systeem. En als je in die ruimte de mogelijkheid hebt om naar een raam, dus de beste omschrijving, om naar een raam te lopen. En als dat in die ruimte niet direct kan, en je wil dat toch graag, vraag het even aan je begeleider of die je kan meenemen naar een plek van waaruit je de aarde kunt zien. En of je begeleider het wil mogelijk maken door misschien een shift in je frequentie. En misschien is het niet eens nodig, is je frequentie perfect. Maar om te kunnen zien, als het ware de aura, de halo, de prachtig blauwe gloed om de aarde heen. Zo'n zacht zoemende energie om de planeet heen. Voel maar, dit is de aarde, dit is Gaia. Daar woon je. Een unieke parel in het universum. Als je zover bent. Vraag dan aan je begeleider om je terug te brengen naar de centrale hal. Naar de tubes, de buizen. Noem het maar de lift. En neem even de tijd om bij de lift, bij die tubes, je begeleider te bedanken. En besef, de begeleider die bij je is, is niet zomaar een begeleider. Je kent deze begeleider, je kent deze persoon. Niets in deze ervaring is toeval. Alles heeft tot doel om je te herinneren en kijk hoe je afscheid wil nemen.
In de wetenschap dat het geen afscheid is. You will meet again. Jullie gaan elkaar nog veel vaker zien. Kijk of je jezelf langzaam kunt verplaatsen via de tubes, via de lift, richting als het ware de docking station, de plek waaruit je weer gaat vertrekken. En je weer plek neemt in, als het ware, je eigen gecreëerde ruimteschip. Kokon, blauw licht. En voel maar hoe je langzaam het station weer verlaat. Door puur met je intentie te vragen om langzaamaan weer richting de dampkring van de planeet Aarde te gaan. En zie hoe je langzaam afstand neemt van het station. En je drijft, zweeft door de ruimte richting de aarde. En zie hoe de aarde steeds dichterbij komt. En voel maar hoe je door die onzichtbare barrière van de dampkring komt. Voel maar hoe in één keer als het ware een soort druk op de kokon komt. Terwijl je steeds langzamer, maar zeker dichterbij het aardoppervlak komt. Voel maar hoe de zwaartekracht aan je schip trekt. Je schip langzaam terugbrengt naar de plek waar je voor gekozen hebt om daar terug te gaan. En voel maar hoe je weer landt en terug bent. Met in je hart een prachtige herinnering, ontmoeting. Dank vooral jezelf. En zie je jezelf weer in jouw piramide of in jouw Stargate zitten in het midden. Jouw voertuig. En ook hier bestuur jij jouw voertuig met jouw bewustzijn, met jouw intentie. En vraag dan maar
jouw intentie aan het bewustzijn van de Stargate of piramide om je mee terug te nemen door de dimensies heen. Van de 12e naar de 11e dimensie. Van de 11e naar de 10e dimensie. Naar de 9e dimensie. Naar de 8e dimensie. Verder terug naar de 7e dimensie. En hier acclimatiseren wij onszelf om te voelen hoe het is in die 7e dimensie. Dat we ons bewustzijn klaarmaken om in contact te komen met ons lichaam, met het hier en nu. Met aarde en onze realiteit. En vanuit die 7e dimensie vragen we om terug te kunnen reizen naar de 6e dimensie. Naar de 5e dimensie. Verder terug naar de 4e dimensie. En uiteindelijk terug in jouw lichaam. Voel jouw fysieke lichaam. Rek je een beetje uit. Beweeg je handen. Beweeg je voeten. En kom langzaam terug. In het hier en nu. En open je ogen. Langzaam. Maar wel helemaal. Kan wat moeite kosten. Laat je ogen langzaam weer helemaal zich openen. En staar eventjes. Laat je ogen wennen. Aan de realiteit die je ziet. En voel jezelf steeds meer en meer in deze realiteit terugkomen. En kijk even naar je lichaam. Voel je voeten op de grond. En als het nog steeds voor je moeilijk is. Wrijf even in je handen. Zo rek je even wat energie op. En plaats ze even over je ogen heen. En hou je ogen maar open. Achter jouw handen. Zodat de energie je ogen in kan stromen. En voel tegelijkertijd je voeten. En dan langzaam haal je je handen weg. En maak je contact. Contact met jezelf. Contact met ons. Wauw. Wauw. In deze realiteit zijn er 3 kittens. Ja. Die ontzettend zitten te piepen van mogen we alsjeblieft erbij. Zullen we heel even de deur open zetten? Ja, is goed. Ik gooi even de deur open. Dan zijn dat ze op schoon te komen, dan kunnen we ze even laten zien. Maar ze, het zijn nog van die kleine ukkie-pukkies. Stuiterballen zijn er. Ja. Nou, kom. Oh.
We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van deze fantastische reis. Ha, ben jij het? Ja, ik ben heel benieuwd naar ervaringen. Ja, zoals jullie. Waar ben je geweest? Schrijf het eventjes. Oh. Ja, schrijf het ons eventjes in de chat. Hoe je deze ervaring, hoe jouw ervaring was. Mensen zijn er wel terug. Jawel. Wat grappig. Hier komt ook net de kat om de hoek kijken. Geweldig. Ja, ze zijn wel heel blij. Ja, Lydia Kooi. Oeh, ik was even heel ver weg. Ja, mooie meditatie. Ja, ik ook hoor. Ik merkte en ik werd ook echt begeleid van breng de mensen echt even terug. Even terug, ja. Even goed terug. Voor degene die zich nog steeds een beetje wiebelig voelen. Oeps. Kijk. Een van de kittens die gaat dus met de staart van de muis er vandoor. Kijk, je ziet al wat verschijnen achter ons. Nou, dit is degene die is dol op de Stargate. Oh, deze is, dit is Donnie. Oh, Donnie is helemaal wild. Hey, daar is die. Nou, deze heeft zo zitten piepen op de gang. Denk ik, toch? Ja, Donnie is de prater. Hè? Donnie is de prater. Dus Flynn. Misschien dat jullie helemaal worden geaard nu door deze kleine rakketjes. Ja, maar vertel. Ja, wat een leuk is. Ja. Even kijken, prachtige meditaties. Hybride kinderen ontmoet. Ja, Esther. Gewaarde. Geweldig, Esther. Gewaarde. Ja. Ja. Oh, heb je, Esther, heb je ook de ruimtes gezien waar de interacties, waar de trainingen samen plaatsvinden, waar de uitwisselingen plaatsvinden? Ja, hebben we die gezien? Joy, ik zal, terwijl Esther misschien aan het typen is, zal ik even reactie van Joy, geen idee waar ik geweest ben. Ik ben een soort van in slaap gevallen. Ja, het ging echt heel diep hoor. Dus ja, grappig dan, hè? Ik was ook mee voor, volgens mij, een momentje weg. Maar ik heb het inderdaad wel vaker ervaren. Iedere keer, we hebben volgens mij deze reis gedaan. We hebben, volgens mij, bijna een jaar geleden of zo. Twee jaar geleden, ik weet het niet. We zijn eerder aan boord van een van die stations geweest, ja. Ja, en toen ben ik, toen was het weer, zag ik de aarde. En ik was nu weer, ik ging weer terug naar de aarde, ik zag palmbomen en ik dacht, nou nee hoor, ik moet toch naar een of andere exotische planeet of zo. Maar nee, dat is mijn linker. Ja, even kijken hoor. Esther Stolk zei, nee, niet gezien. Het was vrij mistig. Mistig, oké. Okay. Ja. Mary of Marij of Marie, ik weet niet precies hoe ik je naam uitspreek, sorry. Een prachtige ervaring, was echt ver weg op een wonderlijke reis. Dank voor de mooie begeleiding. Ja. Wow, heel fijn. Pauline, ik was ver weg, een lichamelijke healing gehad en mijn begeleider wel ervaren, vertrouwd gevoel. En mooi de aarde gezien vanuit de ruimte. Supermooi, dank jullie wel. Ja. Elvira, ik kreeg niets door. Maar het voelt toch alsof mijn lichaam een grote reis achter de rug heeft. Veel gegeeuwd aan het eind. Ja, ik moest ook even geeuwen, Elvira. Ja. Ja. Is dat zo? Katharina. It was one of the rare moments when I felt that I missed... Oeps, hij heeft versprongen. Being on the planet Earth. Ah, because I've spent a long time on the spaceship observing the Earth. Ah, oh, that's beautiful. Ja, ik zal hem even vertalen in het Nederlands. Dat Katharina, ze zegt, het was een van die zeldzame momenten dat ik het gevoel had dat ik het miste om op de aarde te zijn. Want ze zegt, ik ben een hele tijd ben ik aan het, op het spaceship aan het kijken geweest naar de aarde. En toen voelde ze eigenlijk, ik mis het om op de aarde te zijn. Ja, prachtig, Ja.
René, ik zag een groene kleine IT met sprankelende ogen en voelde heel veel liefde voor dit individu. Ook zag ik een grote, blonde, pleiadische man waar de relatie meer romantisch leek. Oei. Het zijn altijd meestal mooie mensen, hè? Die, pleiadische mensen zijn heel mooi om te zien. Ja. Even kijken hoor. Ik vond er namelijk bij het afscheid een groot verdriet. Oh ja. Grappig ben ik tegelijkertijd op dit moment bezig met het doorbreken van patronen. Even schoof even. Rondom afhankelijkheid. Nee. Oh jee. Ze zijn dol op de Stargate, hè? Ja, weg twee katten in de Stargate. Ja, nu kan het nog, maar... Oh, ja, jongen. Weet je... Dit is echt een foto waar ik moet... Nou, het is ook zo mooi, weet je, want IT's, die komen door katten heen. En ja, kom maar. Om ze dan in de Stargate te zien is dat heel erg grappig. Ze zijn heel erg op onderzoek uit op het moment. Ja. Even kijken hoor, maar René, jij was inderdaad op het moment aan het doorbreken van patronen rondom afhankelijkheid van een man in de zin van verslaafd zijn aan liefde en er niet zonder kunnen, zonder mijn wederhelft. Heel interessant dat dit blijkbaar misschien parallel loopt. Wauw, ja inderdaad, ja. Ik ben heel benieuwd, ik heb nog wat gevoel dat er een staartje aankomt. Met die Pleiadische man, dat het inderdaad, misschien helpt hij jou op deze manier ook daarmee. Ik denk dat je dat zelf ook dat gevoel al wel hebt. Ja. Nikki, in de 12e dimensie zag ik meteen een kruis. Wat aan de bovenkant open ging en een ankteken werd. Oh, mooi. Ik ben in de ringen van Saturnus geweest. Ja. Daarna werd ik voorbij de sterren geflitst. Daar zag ik een zwarte draaikolk, maar aan de andere kant kwam er licht uit. En in een tegenovergestelde draaikolk. Eenwording en expansie kreeg ik door. Ah, wat wil Ezekiel met mij betekenen? Kreeg ik ook elke keer binnen. Op de terugweg zag ik van de 9e dimensie tot de 7e dimensie een Pegasus. Pegasus, ja. Vliegend paard, hè. De mythologie. Wauw. Een mooie reis heb je gemaakt, Nicky. Ja, absoluut. Ook die... Saturnus. Het klinkt alsof je een zwart gat hebt ontmoet. Ook. Oh. In een zwart gat zou je denken, is het zwart, zeg maar er is de condensatie van licht in een zwart gat is zo groot dat je eigenlijk ook heel veel licht ziet, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd, het voelt als een wormhole, een doorgang naar een andere, portaal, een andere realiteit. Ja. Oh, mooi. Ja. Ik moest ook nog, je ging snel verder, zeg maar toen Catharina zei van, goh, toen ik dus vanaf het station naar de aarde keek, kreeg ik een soort... Heimwee naar de planeet. Wat interessant is in dit stuk, op het moment dat astronauten de ruimte ingaan, gebeurt er iets met hun bewustzijn. Ja. Vrijwel alle astronauten die terugkomen uit de ruimte, die enige tijd zijn geweest in de ruimte, komen terug met een verruimd bewustzijn. Dat heeft te maken met dat ze... eigenlijk denk ik nu van, er is een reden waarom ze ons mee naar boven nemen. Ja. Op het moment dat je loskomt uit, noem het maar, uit de realiteit. Je wordt letterlijk even uit deze realiteit gehaald, zeg maar. En het is net als met waar we het over hadden met vasten. Ja. Je bent even los van de routine. Waar je normaal gesproken iedere dag in zit. En dat maakt eigenlijk dat er dingen kunnen worden opgeruimd. Dat er dingen kunnen... En dat je met nieuwe perspectieven weer... Ja, mooi, ja. Je realiteit... Van micro, echt naar macro, hè? Uitzoomen. Maar dit schijnt dus letterlijk ook met alle astronauten te gebeuren. Er is op een gegeven moment zelfs een documentaire over gemaakt. Over astronauten. Omdat
Het is daarna voor astronauten zo moeilijk om weer in de routines te komen van deze planeet. Omdat als je eenmaal in dat bewustzijn bent geweest van voorbij de ruimte, zeg maar, dan kom je al die gekke dingen die wij hier doen op deze planeet, die eigenlijk helemaal nergens over gaan. Het is voor heel veel astronauten gewoon bijna niet te doen. Dus die hebben dan vervolgens begeleiding nodig om weer, ja, als het ware, weer te kunnen gaan functioneren, ja, in deze realiteit. Ik kan er wel veel bij voorstellen, ja. Ze hebben echt een spirituele ervaring. Oh, wauw, het is al 9:15. Niet normaal. Ja. Hé, kom er eens uit, ja. Ja, het is inderdaad wel een foto waard. Kom maar uit mijn stuiver. Ja, jongens, 3 kittens. Oh. Jullie kunnen je voorstellen waarom we ze even hebben weggezet. Even op de gang en ze konden naar boven en zo. Dus geen probleem, maar goed. Nee. Ja, Nikki zegt nog even het zwarte gat. Ja? Zoals jij bedoelde, zag het uit als een torus. Zwart aan de ene kant en licht aan de andere kant. Heel gaaf. Ja. Oh. Dat hoor ik nu weer dan. Ja. Dat wordt heel even. Oké, René zegt, even kijken, ook kreeg ik nog een hele mooie boodschap van deze Pleiadische vriend, over dat elke fysieke situatie mij precies spiegelt in de schaduwstukken die in mijn mogelijkheid liggen om nu te doorzien. Dus dat ik ze mag doorzien, zodat mijn fysieke realiteit steeds meer in lijn komt te liggen met mijn hart en volgens mijn hoogste joy. Super fijn, ja. Dat snap ik. Ik wist dit al wel, maar dit was een extra herinnering voor een aantal dingen in mijn leven op dit moment. Ja, in ieder geval super bedankt weer, lieve zielen. Ah, nou, jeetje, ja, heel bijzonder, René. Ik denk echt dat dit een parallel leven is van jou en die jou enorm ondersteunt op dit moment. Op dit moment zijn ze met z'n drieën in de apenkooi, zal ik maar zeggen. De aantrekkingskracht van de Stargate is gigantisch op die kat. Echt waar. Andrisa, ik ben in de trainingsruimte geweest. Ah, en ze lieten mij in een flits zien. Een zeer hoge intensietransmissie. Dat ik maar gestoomd... Ook dat ik klaargestoomd word voor de taak. Ja. Aha, dat zei ik vanavond ook al tegen iemand anders in de vanavond. Je wordt klaargestoomd, de stoomlocomotief. Hé, ik ga even de stak in weghalen. Ja, doe maar. Hé, met je tanden erin. Oh, draak. Ik ben, van Andrissa ben ik zo benieuwd. Ja. Of ze deze ruimte herkent. Want als je in deze ruimte... Oh, sorry. Als je in deze ruimtes komt, kom je er meestal niet voor de eerste keer. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd of je iets herkent. Of dat je... Want nou ja, eigenlijk ook wat je zelf zegt. Ik heb het gevoel dat ik word voorbereid op wat ons te wachten staat. Ja, het klopt, zegt ze. Het is mij niet vreemd. Dus, nee. Nee, dat klopt, ja. En heb je er misschien ook, ja, weet je, nu is de beperking van de chat natuurlijk, maar dan ben ik ook benieuwd van, herinner je ook, heb je misschien ook een aantal van de hybrides gezien met wie je veel traint? Of heb je misschien, ze hebben ook hele specifieke instrumenten, tools, zeg maar, voor overdracht van informatie. En heb je daar misschien iets van gezien, herkend? Nou, ze heeft nog wel iets geschreven wilde voorlezen. Ja, ja, ja. Mijn persoonlijke trainer. Nou, wauw. En ze schrijft nog, op mijn derde oog werd zo'nzelfde steen geplaatst als in het filmpje. Oh, wat leuk. En een zeer intense ontmoeting tussen mij en dat lichtwezen. Ja. Super. Mijn hart werd opnieuw en intens aangeraakt. Zo intens. Oh, wat een mooie ervaring. En wat gebeurde er toen die steen op je derde oog kwam? Wauw. Bijzonder. Heel vaak zijn dat manieren om een soort... Er zijn verschillende manieren om informatie te downloaden in je systeem. En een daarvan
is dat je een soort steen krijgt of zo. En dan gaat. Ja, weet je, nou moet je eigenlijk bij elkaar zijn. Hè? Ja, precies. Hoe gaaf. Nog even. Oh, dankjewel. Ja, super fijn. Nog een vraagje van Lisbeth, die zal ik zo even doen. Andrisa zegt nog, ik moest huilen. Het voelde als een soort van inwijding, ja. Ja. Wauw. Wauw. Prachtig, echt prachtig. Ja. Nou, dan kom ik even toe nog aan de vraag van Lisbeth. Dat is eigenlijk over onze kittens. Ja. Moet even kijken. Nou, die je net zag, deze jongman. Die heeft ook een rood broertje, die zijn nu 10 weken of zo. Ja, zoiets. Van 7 maart, zijn ze. Ja. En dan hebben we nog een wat kleiner uit een ander nestje. En die is kennelijk een week jonger, maar voor ons gevoel is die een stukje veel jonger. Ja, meerdere weken jonger. Ja, dat scheelt echt zoveel. Ja. Ja. Dus het is ontzettend leuk. Ja, het zijn schatjes. Maar af en toe hebben ze dan die 5 minuten. Nou, dan zijn het echt stuiterballen die door de kamer gaan. Ja. Ja, dat is een mooi spel. Ja, is leuk. We genieten er. Het brengt veel liefde en vreugde in huis. Pas 2 katten verloren, helaas. Ja. En gelukkig, ik moet zeggen gelukkig, waren deze 3. Er was nog 1 kat levend. En ja, die is ook in een paar weken tijd overleden. Maar toen waren die 3 er gelukkig al. Het is raar, maar het is toch ondersteund. Ja. De andere katten hebben 16 en 17 jaar in ons leven gehad. Dus dat is echt een hele lange tijd. En het zijn hele goede maatjes van ons geworden en ontzettend veel healingwerk wat ze hebben gedaan voor groepen en dus het heeft ook echt wel een speciale betekenis. En personen. Ja. In groepen en personen. Ja. Ja. Dus even. Ja, ze zijn heel lief en speels. Ja. Ja. Nou, lieve mensen. Deze dus. Ja. Wij hebben weer heel erg genoten en wij hopen natuurlijk dat jullie ook hebben genoten van deze avond. Volgens mij komt er ook nog een soort van klein interviewtje of zo, als we hebben afgesloten, volgens mij. Kan je aangeven toch, hoe je de avond voelt? Oh, evaluatie. Korte zo, evaluatie. Een soort korte evaluatie. Een hele korte, heel snel, een paar minuutjes. Ja. Nog niet eens 1 minuut of zo. Ja, dus kijk maar even of je dat ziet zitten. Esther, die zegt, lieve Filip en Jacqueline, bedankt voor deze mooie avond en de knuffel aan de katjes. Ja, doei. Jij hebt zo vaker gezien, hè, Esther, waar we aan het werken, dan vlogen ze ook alle kanten op. Maar heerlijk, want je houdt voor katten, dus. Dank jullie wel. En van ons uit een hele goede nachtrust toegewenst natuurlijk. En nog heel veel doorwerking van deze avond. Er is best wel wat in gang gezet, als ik het zo hoor. Ja, ik vond het zelf een hele liefdevolle avond met een hele hoge trilling. Heel fijn. Ja, echt een heel mooi veld. En dat is natuurlijk ook dankzij jullie. Ja, doen we met elkaar. Zijn we ons altijd van bewust dat, dit doen we met elkaar. Dus dank jullie wel ook. Hele dikke knuffel. Dikke kus. Yes. En tot de volgende keer, hè. Yes. Oké, heel veel liefs en heel veel goeds de komende tijd. Yep. Yes? Oké. Tot de volgende maand. Doeg. Bye.